onderweg naar de Xander de Bisonnier. En kennen jullie die trouwens, jongens? Ja! Ja! Ik bewonder hem, zeg maar. Hij zingt echt mooi. Hij schrijft voor mooi. Ik weet het niet. Wat is jouw lievelingslied dan, Michiel? Hou me vast, streel me zachtjes over mijn haar. Goed hoor! Oh, nu gaat het los. Vraag het mij me, hou het even vast. Ja, ja! En van wie zijn jullie nog meer fan? Guus Meeuwis! Guus Meeuwis? Ja, Guus Meeuwis. Lekker Simon! Die Hazes. Beyoncé. Beyoncé? Heel goed. Dan jongen. Zo. Ik zie het. Hij zijn ogen. Heerlijk. Als jullie nou eens heel erg fan zijn van Xander, hè? Wat zouden jullie dan doen als fan? Laat hem toch gaan. Ja? Ik ga het even vragen. Xander! Ja! Dat is een goeie. Nou. Als hij me zeg maar ziet, zeg maar, doe ik dit alsof ik echt flauw val. Zeg maar bij Express. Dat je flauw valt? Oké, nou ik hoor het al. Die Xander die gaat het zwaar te verduren krijgen met onze fans. Xander denkt dat hij hier straks een commercial moet inspreken. Maar de studio zit natuurlijk in het complot. Oké, mannen, Xander komt hier zo meteen aanrijden. Die parkeert hier zijn auto. Ja? Dan stapt hij uit op het moment dat hij uitstapt. Michiel, ben jij de hysterische fan? Ja. Dan ga jij naar hem toe. Echt Xander! Zoiets, wat je wilt. Echt, ja. Maak hem gek. Op een gegeven moment gaat hij naar binnen. Komt maak me gek. Heel goed, je zit helemaal in de sfeer. Ja. Dan komt hij op een gegeven moment weer naar buiten. Ja? En dan hebben wij zijn auto klem gereden. Ja. Oké? Dan kan hij dus niet weg. Nee. Dan kom jij er weer aan. Weer hysterisch. Fan. En je laat hem niet gaan. Totdat hij een lied heeft gezongen voor jou, je broertje, Sjoerd. En jij, Sjoerd? Ik ben sprakeloos. Ik kijk naar hem. Naar binnen, wij gaan kijken hoe zij het gaan doen. Zet hem op. Oké. Zet hem op, hè. Ja? Concentreren. Doe maar. Yo. Als artiest moet je het hebben van je fans. Daar heb je een hoop voor over. Handtekeningen, foto's, babbeltje, snabbeltje. That's the price you have to pay. Maar wat doe je als je grootste fans niet van ophouden weten? Komt eraan. Hey, Xander, ik ken jou ergens van. Kom. Hij knijpt me even. Dat moet je zijn. Hi, ik ben Xander. Ik wil echt zeker weten of ik echt niet droom. Nee hoor, dit is gewoon echt... Oh, echt leuk om jou in echt te zien eigenlijk. Nou, dat vind ik lief. Dankjewel. Hou me vast. Maak me gek. Wat goed. Hij knijpt me even. Moet ik er nou hierin of eentje verder? Nee, verder denk ik. Kijk, Xander, wacht even. Wacht eens even. Ben je niet zo knap in het echt? Nee, ik ben heel lelijk in het echt. Xander, kom eens even hier. Kom even hier. Ik moet even aan het werk. Wat voor werk? Ja, ik moet even iets inspreken hier. Dit is een studio. Inzingen? Nee, zingen hoeft niet. Xander, je moet nog aan je huis aan het verbouwen. Klopt. Ik ben mijn huis niet aan het verbouwen, dat weet jij goed, zeg. Ja. Dat weet ik van mijn broertje. Die is ook mijn echt allergrootste fan van je. Ja, echt? Maar ik wil graag handtekening van je. Dat mag. Tuurlijk mag dat. Voor mijn broertje. Dat mag. Zo. Blijf staan, hè? Ja, ik blijf staan. Gaan we openkoppen? Hier ook, als het mag. Hoe heet jij? Michiel. Maar dit is voor mijn broertje. Die heet Sjoerd. Maar Sjoerd is zo allergrootste fan van jou. Ja? Hij kan je al jouw liederen. Hij weet waar je woont. Nou, top. Mag ik ook nog een handtekening op mijn bal? Ja, tuurlijk. Alsjeblieft. Maar mijn broertje die woont hier vlak hier in de buurt. Ja. Eigenlijk moet je even met me mee gezellig meelopen. Meelopen? Ja. Ja, maar dat kan niet. Ik heb nu een afspraak. Mijn broertje wordt echt niet blij daarvan. En je moet echt met mij meelopen. Nee, lieve Michiel. Ik kan niet meelopen, ik heb een afspraak, dat begrijp je toch? Ik moet hier naar binnen. Ik heb hier echt jou gewaarschuwd, hè? Maak ik
afspraak die Xander denkt te hebben, gaat natuurlijk helemaal niet door. Nu moet hij nog even aan de praat gehouden worden, zodat Michiel en zijn idolate broertje de auto van Xander kunnen klemrijden. Ja, ga erin. De raampjes open, weet je hoe het nog staat? Ja. Oké, nou, dan ga ik weer. Ja, ja, tot volgende week. Straks, Xander kan geen kant op en zijn fans worden steeds dwingender in hun eisen. We blijven hier zitten tot jij voor ons van Houden Vast zingt. Michiel en zijn zogenaamde broertje Sjoerd kunnen niet wachten tot hun idool Xander naar buiten komt. Superfan Sjoerd neemt met zijn cameraatje natuurlijk alles op voor zijn eigen archief. Ik heb mijn broertje erbij gehaald. Ja. Ik ben zijn broertje. Ja, dat weet ik. Hij heeft net over jou verteld. Jij bent Sjoerd. Heel klopt. Ja. Ja. Maar ik had je wel je gewaarschuwd. Voor mijn broertje. Ik kan er niet uit. We blijven hier zo lang zitten. Net zo lang. Tot jij voor ons van Houden Vast zingt. Blijf hier zitten. Oké. Okay. Oh. Ja. Ja, gezellig. Zeg eens. Hé, hoe is het? Ja, lekker. Hé, zullen we anders even naar de snackbar gaan? Ik mag geen gluten. Mag je geen gluten hebben? Probeer ons niet weg te lokken hier, hè? Wat zeg je? Probeer niet om ons weg te lokken hier. Nee, ik zou niet durven. We blijven hier zitten tot jij voor ons van Houden Vast zingt. Jullie blijven net zo lang zitten. Totdat jij voor ons zit. Totdat ik Houden Vast zing. Ja, voor ons. En dan gaan jullie weg. En op je knieën. Houden Vast. Nou, jongens, moet je het raampje iets meer, dan kan ik hierop leunen voor jullie zo. Wacht. We doen naar buiten. Kom met jou mee dansen. Oh, gezellig. Ja, kom maar. Ja, kom maar, dat is leuk. Ja. Hey, ik ga op mijn knieën. Oké. We zijn jullie dansen, hè? Jullie grote fan. Jullie dansen, hè? We dansen. We dansen. Niemand weet waarom de dag weer nacht wordt. Niemand weet waarom de zon schijnt. Waarom eigenlijk? Ja, dat kan niemand verklaren. Was me geen goede zo goed blijven zingen. Je bent helemaal geen goede zanger. Nee, ben je het goed als ik even opsta? Je lijkt wel op een zingende zaag. Echt? Nee, dat heb ik nog nooit gehoord. Wat heb je eigenlijk voor allerbeste hits? Hou me vast is een hit. Afscheid is een hit. Blijf bij mij is een hit. Jij is een hit. Dat is geen hit, hoor. Nou ja, als je in de top 20 hebt gestaan, dan is het officieel een hit. En dat heeft hij gestaan. Jij? Ja. Ga je hem allemaal zingen? Nee, ik ga niet meer zingen. Wel? Nee, joh, ik heb helemaal geen zin meer in. Dan gaan we niet weg. Oh, dan ga je niet weg? Nee. Xander, luister. Je gaat voor ons zingen nu. Het refrein van Hou Me Vast. Dan gaan we echt pas weg. Dan ga je echt pas weg? Ja. Echt op je knieën. Nee, ik ga niet meer op mijn knieën zitten. Ik zing Hou Me Vast, hier zo, voor jou. En jij, en voor hem. Ja. En je valt me niet meer in de reden. Nee. En dan zing ik dat hele refreintje voor jou. Ja, Eén refrein. Ja. En voor hem. En daarna stap je lekker in de auto en dan zwaai ik zo naar jullie. Ja. Ja? Dat is dat ding net afgesproken. Oké, top. Hou me vast. Leg me nog hoofd lief op je schouder. Hou me vast. Op je knieën. Streel me zachtjes door mijn haar. Samen dan. Hou me vast. Soms wordt het allemaal eventjes te veel. En bij jou zijn is dan alles wat ik wil. Applaus. Dankjewel. Kom. Nou, dan gaan jullie dan, hè? Ja. Afspraak is afspraak. Nee, helemaal niet. Want we hebben eigenlijk geen rijbewijs gehaald. Wat zeg je? We hebben geen rijbewijs gehaald. Nee, dat dacht ik, was ik al bang voor. Oh,
Hoe ver was jij gegaan? Je bent gewoon op de knieën gegaan. Liedje zingen hier op de stoep. Maar kijk, kijk. In principe, ik zou heel eerlijk vertellen dat ik denk van... Ik heb het syndroom van Down, zo is het nou eenmaal. En mijn moeder heeft vroeger altijd met dat soort kinderen samengewerkt. Dus je moet daar natuurlijk veel geduld mee hebben. En in principe is het natuurlijk wel heel leuk en vermakelijk. Als jij niet het syndroom van Down hadden gehad, want jongens, zo is het nou eenmaal. Hè? Wat gaat daar nou doen? Dan was ik op een gegeven moment wel, jij gaat nu die auto weghalen. Voor een reportage. Mag ik straks jouw hand hangen? Tuurlijk, man. Ik ga op je buik. Nee, ik heb niet. En ik ben. Handtekening moment. Hoort je gesproken? Het was niet echt.